Ik heb toch niet vaak zo'n mooie plek gezien. Dit is wel echt mooi, ja. Het hele eiland is mooi, ja. De oorsprong van jouw koeien. Maar denk je dat je anders kijkt naar je eigen koeien thuis? Wel een beetje. Ik heb een paar modderbulten achter de stal liggen. Daar lopen die koeien altijd op te klieren. En dan moeten ze van mij doorlopen. Maar nu snap ik waarom. Ja, ze komen hier vandaan. Ja. Word je dan een beetje meer Jersey-fan? Nog meer? Nog meer. Ja. Maar je kijkt toch een beetje met de roze bril. Ja? Ja? Ja, denk ik wel. Maar leggen ze uit dan? Ja, ze moeten zich hier wel links en rechts in allerlei bochten wringen om het voor elkaar te boksen. En ook hier lopen ze tegen dezelfde dingen aan als waar je ook in Nederland tegenaan loopt. Maar met die koeien was ik wel heel nieuwsgierig ook. Omdat het zo'n klein clubje boeren is. En ze zijn dus allemaal die duurzaamheidsweg ingeslagen. En ik was wel benieuwd hoe dat zo is gekomen. Maar het is dus uiteindelijk eigenlijk ook wel gewoon van hoger af beslist vanuit de overheid. Ja, en die... Dus het was ook gewoon een moeten in die zin. Maar ja, die jongens, dit waren ook jonge boeren, die snapten ook wel dat het anders moet. En dat geldt denk ik in Nederland ook wel. We weten heus wel dat het anders moet en anders kan. Ja. Alleen het moet allemaal wel even betaald worden. Maar heb jij ooit ook nagedacht over niet in Nederland boeren? Ja, ja zeker. Daar heb ik wel over nagedacht. Ja. En met name Frankrijk toen. Omdat die hun boeren toch anders behandelen dan bij ons. Misschien is dat ook wel gevoel. Dat kan natuurlijk. Maar die boeren worden hier wel, of in Frankrijk, wel enorm geholpen. Vooral jonge boeren, omdat ze daar veel te weinig van hebben. Dus ik zag daar toen wel echt wel mogelijkheden. Maar uiteindelijk heeft het sociale leven me wel in Friesland gehouden. Maar is dat helemaal uit je gedachten? Hebben jullie het daar wel eens over? Ik denk als we morgen in Frankrijk zijn, dat het wel... Dat gaat toch wel kriebelen bij jou, denk ik. Ja. Oh ja, dat had ik al toen we hier naartoe reden. Maar ik vind het wel spannend. Hoezo? Stel je voor dat je morgen naar Frankrijk wil. Nee, maar zo gaat het ook niet natuurlijk. Nou, stel je voor dat het bij hem gaat kriebelen. Ja, daar moet ik dat ook wel even over nadenken, denk ik. Want ik snap wel ook heel goed, als je daar je droom kan opbouwen, dat het veel, dat het zwaar weegt. We doen alles in samenspraak tegenwoordig, Yvonne. Dat heb je knap gedaan, Carlijn. Hij boert al zo'n beetje zijn hele leven en jij bent er nog maar zo. En nu ben je al nummer één. Nou, gedeeld. Oké. Okay. Wordt een spannend dagje morgen. Dat sowieso.